Ja, mogen we het zeggen, Evert, BN'er? Nee joh, dat is een normaal man. Zijn radioprogramma Wildgroei begint de naam nu wel erg veel eer te gaan doen. Bij ons programma was een aantal jaren geleden nog te horen bij ons op de zender 120 Enschede. En gisteren nacht dan maakten Evert Duijmans en Jeroen Mulder hun debuut op de landelijke radio, namelijk bij NPO Radio 2. Natuurlijk is het leuk om even Evert, bekend gezicht van 120, ook bij ons in de studio uit te nodigen. Evert, welkom. Ja, dankjewel. Ik vind het heel erg. Ik vind het heel ongemakkelijk om in een programma aan te schuiven wat ik ook wel eens presenteer. Maar leuk. Had dat even gezegd. Ik heb nog allemaal confetti kanon hiernaast liggen. Nou ja, misschien moet je het draaiboek eens van tevoren doornemen, Ernesto. Dat doe ik niet aan. Hey, Evert, maar het is superleuk. Ik heb afgelopen zondag op maandagnacht ook gekeken, want dat kan ook bij jullie. En toen had ik toch wel het idee dat het van tevoren nog wat extra in de handjes werd gewreven, dat er toch wel wat spanning op lag. Of niet? Ja, behoorlijk. We weten dit nu een paar weken. En dan bereid je dat voor. Je weet dat er een hele grote zender is. Dat ze echt bovenaan in de ranking van de luistercijfers staan. Dus je weet dat er heel veel geluisterd wordt. En we begonnen gelijk met een actie. Dus het was gelijk de grote bonanza. Alleen maar verzoekplaten. En normaal gesproken, als wij een uitzending maken, dan bereid je dat heel goed voor. Dan heb je gewoon heel goed nagedacht over hoe steekt zo'n programma in elkaar. En nu was het toch heel erg open. En dat is wel raar. Want je moet dus improviseren live in een compleet nieuwe omgeving. Ja. Dus we waren echt extra gespannen, ja. Dan kun je ook heb je veel interactie met luisteraars. Hè, die dan dingen in verzoekjes insturen en zo. Zometeen ben ik heel benieuwd hoe dat dan gaat daar op de landelijke radio. Eerst even dat programma van jullie, Wildgroei. Een soort van cabaretesk programma. Dat begon ooit niet bij NPO Radio 2. Hoe ging dat? Ik ben in 2016 ben ik bij 120 gekomen. Daarvoor maakte ik ook al radio. En ik heb de hele tijd Bata Radio gecoördineerd. En Jeroen ken ik van de cabaretvereniging van de UT. Cabaretvereniging Contramiem. En ik wilde graag weer radio gaan maken. Jeroen die wilde dat ook wel. Dus toen zijn we aangekloppen hier bij 120. En die zeiden, nou, we hebben wel ruimte, kom maar zitten. Dus we hebben op donderdagavond daar een jaar lang een programma gemaakt. En dat ging eigenlijk best wel goed. En op een gegeven moment werd dat ingestuurd voor de lokale Omroep Awards. Jou ook niet onbekend, Niels. Want wij vonden dat daar een prijs voor beste radioprogramma. Jij voor beste presentator. Oh, dat is waar ook, ja. Wat fijn. Ja, verder. Nou ja, toen mochten we dus op bezoek bij de NPO om eens een keer een workshopje bij te wonen. En zo zijn we uiteindelijk een beetje in het talententraject bezeild geraakt. Verzeild geraakt. Ja, want jullie mochten toen naar Kix Radio, het talentstation van de NPO. NPO Kix, ja. En dat is blijkbaar bevallen. Ja, dat is zeker. We zitten er eigenlijk nog steeds best wel graag. En nu inderdaad was er plek op Radio 2 en mochten we doorstromen. Ja, nou, fantastisch. Ik vond het heel leuk om te zien. En ook, kijk, wat je moet weten is dat er op de hoe lokaler een station wordt, hoe moeilijker het natuurlijk is om mensen te vinden die inbellen en wat dan ook. Maar die show van jullie van 2 tot 4 s'nachts. En toch hebben jullie een aantal keer mensen aan de telefoon gehad en wat dan ook. Hoe is dat om op die manier radio te maken? Nou, je hebt er van tevoren een bepaald beeld bij hoe dat zou zijn. Hè? Als je ooit in die situatie komt, nou, dat leek het totaal niet op. Ik werd echt een soort van overvallen door wat er allemaal gebeurt. Want er wordt zo ontzettend veel gereageerd. Je houdt het gewoon niet bij. Je kan niet alles lezen, want je bent ook bezig met die uitzending zelf. Je hebt mensen die bellen. Er zitten ook dronken mensen tussen. Of je denkt, ja, wat moet ik hiermee? Dus je bent ondertussen ook een beetje aan het zoeken van gewoon welke bellen zou leuk zijn zo meteen van op de radio. Of wie kan ik terugbellen? Wie heeft een leuke verzoekplaat? Is eigenlijk aanbod te over. Ja, dat was niet normaal afgelopen weekend. Ja. Ja, ik hoop dat het zo blijft. Ik weet dat het heel bijzonder is nu met die bonanza. Dat gewoon dat soort acties altijd heel goed lopen. Maar dit was wel een soort van echt wel een droom die uitkwam. Ja, wat ik heb zelf ook een beetje geluisterd tijdens die uitzending. En wat me ook opviel is dat er berichtjes binnenkwamen en belletjes volgens mij ook wel. Dat jullie het hartstikke leuk deden en dat het leuk om naar te luisteren was. Wat doet dat met je? Nou, dat is natuurlijk wat je hoopt. Ik weet heel goed dat je wil mensen leren kennen. En als je iemand wat beter kent, dan ga je vaker luisteren naar het programma. Dan heb je meer binding met het programma. Dus alles wat nieuw is, is best wel spannend. Je weet niet hoe het valt. Of mensen het gelijk leuk vinden. Of dat ze een hekel aan hebben. Of dat ze er heel lang aan moeten wennen. Dus wij waren natuurlijk heel blij dat er heel veel positieve reacties op kwamen. Ja, precies. Maar wij zijn natuurlijk wel een objectief radioprogramma hier bij 120 vandaag. Dus we willen ook graag even die andere kant van die medaille horen. Er zullen vast ook hele vervelende reacties zijn gekomen. Nee, echt. Ik heb er maar eentje gehad. En dat was een reactie. Dat was eigenlijk omdat we draaiden op een gegeven moment een paar streekplaten naar elkaar. Dus wat platen. Nee, dit Fries 1 en eentje van Bukkers uit Salland. En toen kreeg ik echt de reactie van, nou, de Spotify gaat nu even
even aan, maar tot volgende week. Dus op zich zelfs die was niet heel negatief, maar dat was gewoon even een momentdingetje. En er zat voor de rest niks negatiefs tussen, nog. Kwam die reactie toevallig van onze stationsmanager Flip van Willigen? Want die zei dat hij namens onze redactie, station ook een verzoek had ingediend voor een Twentse plaat. Maar die is niet voorbij gekomen. Heb ik niet gedraaid, nee, klopt. Schande. Nou, bij deze reactie. Ik had hem gemist in de appbox. Ik zag hem pas na de tijd. Maar hij is daar wel binnengekomen. Ja, ik heb hem wel gezien. Even controleren of dat allemaal wel of er geen staatspropaganda wordt gespuit op de landelijke zender. Nee, maar moet je voorstellen, er komen dus als jij gewoon 200 platen hebt om uit te kiezen. Weet je wel, van wat er aan verzoekjes binnenkomt. Zoveel waren het er echt? Nou, ik denk dat het zou ongeveer zoiets zijn, ja. Ongelooflijk. Ja. Vind ik echt heel veel. Misschien iets minder, maar het was echt in die orde van grootte. 2 tot 4 s'nachts, hè? Ja, het is wel de grootste zender van Nederland. Ja, dat is waar. Ja. Wat zijn je ambities eigenlijk? gaan we het even tijd voor nemen. Nee, maar dat is altijd die standaardvraag. Maar het is wel leuk om te stellen. Want jullie zitten nu 2 tot 4 s'nachts. Maar de bedoeling is natuurlijk dat jullie doorstomen en Ruud de Wild van zijn troon stoten, toch? Nou, zo zie ik het zelf niet. Maar het is wel zo. Kijk, laten we eerlijk zijn. Als je als kind droom je al om bij de radio te gaan werken. En eerst is de lokale omroep de leukste plek waar je kan zitten. En op een gegeven moment worden je dromen ook wat groter op het moment dat er kansen zijn. Zoals bij ons bij de NPO. En de afgelopen 2 jaar hebben we heel hard gewerkt. En ze nu dan hoor je wel eens van, misschien zit er wel wat in. Zouden jullie dus in kunnen vallen bij Radio 2? En als het er niet gebeurt, dan denk je ook van, misschien houdt het ook wel een keer op. Dus dat we nu dit mochten doen, is wel echt te gek. En waar ambities liggen, ik zou het allerliefste, denk ik, een weekendprogramma maken. Gewoon 2 dagen in het weekend. Echt een leuk vrij programma, ergens overdag. Veel interactie met luisteraars, veel dingen met het nieuws op een creatieve manier. Ik denk dat hetgeen is waar ik de meeste kansen zie. Gaan kijken welke kant het opgaat. In ieder geval voor nu, bijna de zegeningen, de uitzendingen tellen. Gewoon elke uitzending is er één. Geniet ervan. Leuk om je te zien op die landelijke radio, Evert. Dankjewel, leuk om even te gast te zijn. En nog even toch wat promotie voor de staatsomroep. Elke zondag tussen 2 en 4 s'nachts. Zondag op maandagnacht. Weten we dat ook weer. NPO Radio 2 met de Wildgroei. Met Evert Duitmans. Zeker.